Oké, we zijn terug voor het eerst in lange tijd dat ik weer zelf ga schaken in deze serie De Road naar de 2200, De Road naar de Top 100, waarin ik ga proberen de Top 100 in Nederland op chess.com te bereiken. In Rapid Schaken een hele mond vol, maar er zijn een aantal updates die best wel belangrijk zijn. Ten eerste is het zo dat ik een hele lage rating heb en dat komt omdat ik best wel een keer een tijd geleden op Tilt ben geslagen en toen heel veel ratingpunten verloor, waardoor alle progressie footsie is. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom dat ik andere openingen ga spelen. Daar komt het om. Ik heb natuurlijk een hele lange tijd met nou ja, vooral de witte stukken openingen gespeeld die niet per se heel erg goed zijn. Bijvoorbeeld Evans Gambit. De Fried Liver. Het zijn gewoon niet openingen die super goed zijn. Dus ik ga een andere opening spelen. En met de zwarte stuk heb ik ook een update. Want daar ga ik vanaf nu de Caro-kant spelen. Zoals jullie nu zagen. Dat komt omdat ik een openingscursus aan het maken ben. Die is al bijna af. Waarin ik een hele cursus ga geven. Anderhalf uur aan Caro-kant content lijnen. In de Caro-kant die je, nou ja, moet weten als je een expert wilt worden in de Caro-kant. Het komt op dit kanaal te staan als je lid bent. Dus als je die cursus wilt zien, word dan lid van tier 2 of tier 3 op dit kanaal. Ik zal uiteraard nog meldingen geven als die cursus eindelijk online staat. En ik zou eigenlijk aanraden, bijna wil ik zeggen, om te wachten om lid te worden tot die cursus uiteindelijk online komt te staan. Want ik weet niet precies wanneer die online komt. Ik moet hem nog afmaken. Alles dubbelchecken, controleren en ervoor zorgen dat het van een goede kwaliteit is. Het kost dan 5 euro's in de maand. Natuurlijk heel erg vrijblijvend voor iedereen. Ik voel absoluut niet gedwongen. Ik ga ook een video maken waarin ik alles erover uitleg. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik dus ook in deze serie en ook in mijn livestreams bijvoorbeeld ja, over openingen ga wisselen. Waaronder dus de Caro-kant met de zwarte stukken. Maar laten we kijken hoe het gaat. Deze set ken ik niet. Maar dat hoeft niet per se een slecht teken te zijn. Want dat betekent meestal dat het niet zo'n goede set is. Paard naar C3 wordt gespeeld. Waarschijnlijk is deze set bedoeld om loper naar B4 te voorkomen. Maar dat vind ik op zich niet heel erg. Voor nu breng ik gewoon de stukken in het spel. Een van de dingen van de pan-off variant van Caro-kant, waarbij wit voor C4 speelt, is dat je vaak terechtkomt in posities waarin wit een IQP heeft, een geïsoleerde damespion. Dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat deze pion niet verdedigd kan worden door een pion naast zich. Het nadeel is dat wit heel veel aanvallend spel kan creëren rondom de pion met de diagonalen, de open lijnen. Dus voor nu houden we de status quo. Loper E7 speel ik. En laten we kijken hoe de positie zich ontwikkelt. Daarnaast ook belangrijk. Belangrijk. Ik wil toch even mededelen. Ik heb een nieuwe camera. Zoals jullie kunnen zien, een nieuwe webcam. En laat me weten of die fijn is. Ik heb er een aantal keer problemen mee gehad. Maar volgens mij is het opgelost. Maar het zou zomaar kunnen dat er toch wel dingetjes iets minder goed gaan. Dus laat het weten als er, nou ja, dingen missen en met de kwaliteit. Mijn tegenstander speelt overigens de set C5. Wat erop wijst dat er geen geïsoleerde pion komt. Ik denk dat de set A6 heel logisch is. Ik wil voor nu voorkomen dat wit deze pion naar voren kan schuiven. Tuurlijk, wit kan doorgaan met de aanval. Maar dan sla ik ten eerste deze pion. Loper naar D3 wordt gespeeld. En de vraag is of ik op een gegeven moment voor E5 wil spelen. Dat kan nu sowieso nog niet, want dit veld is één keer verdedigd door mijn paard en twee keer aangevallen door de pion. Ik kan zelfs voor D spelen, maar dan is nog B5. Zeer interessant. Paard naar D7 ziet er interessant uit en is nog deze set voor te bereiden. Ik moet altijd oppassen dat er geen snelle aanvallen zijn, maar voor nu is dat gecoverd. Ik kan loper F6 spelen overigens om ook nog een keer deze pion push voor te bereiden. Het is overigens wat donker, dus vandaar dat de camera ook wat donkerder is. Oké, dit werkt niet. Ik zie opeens allemaal, allemaal geflits. Dus dat gaan we niet doen. Maar goed, dat is dus de schuld van mezelf, omdat ik op een later tijdstip ben gaan opnemen. Ik had direct voor deze set kunnen gaan, maar op zich loper F6. Om deze pion aan te vallen lijkt me geen slecht idee. Moet ik oppassen, want er zijn ideeën, bijvoorbeeld met een schaak, om deze pion extra te verdedigen. Maar dit ziet er voor nu goed uit. En de set E5 kan altijd gespeeld worden. En dan denk ik dat ik toch een redelijk succesvolle opening heb gehad. Alleen deze loper is niet optimaal gepositioneerd, maar als ik de set E5 speel, dan helpt het daar ook mee. Dus laat ik daarvan gaan.
Het is overigens dat deze pion niet verdedigd is. Oh mijn god, ik ben te veel aan het praten en te weinig aan het opletten. Op zich, ik weet niet hoe erg dat is. Dat ik nu de pion 3 keer aanval. En als wit slaat, dan sla ik terug met het paard en verdedig ik de pion. Dus misschien was het een tactische meesterzet van mij. Waarschijnlijk niet, maar maakt niet uit. Het doel is dus als wit slaat, de eerste deur slaan. Hier. Hier. En dan zijn er twee aanvallers en twee verdedigers. Dus oké, volgens mij werkt het. En wit moet oppassen voor de zet. E4 wordt geslagen. Oké, ik sla terug. Ah, er is. Hier. Hier, loper, hier. Maar dat doet niet heel veel, denk ik. Ah. Oké, okay, interessante positie, omdat ik dus nu de vooruitgeschoven pion heb. En, ah, oké, okay, het idee dat ik al eerder vermeldde. Als ik hier sla, wordt teruggeslagen en ik sla de loper, dan verlies ik mijn dame. Laat ik hiervan gaan. Ik wil sowieso deze loper in het spel kunnen brengen. En ik val nu de loper aan. Dus als ik eerst de loper win, is dat niet meer mogelijk. Maar ik neem aan dat misschien de tegenstander hier wat slaan. Oké, okay, een pion verloren. Maar dat is. Oké, okay, dat is niet goed. Maar het hoeft niet per se het eind van de wereld te zijn. Eigenlijk te. Ze haast eigenlijk de set E5 gespeeld. Ik had ermee kunnen wachten eigenlijk. Er was geen haast om die set te spelen. Maar goed, ik heb het toch gedaan. Dus we zijn in de positie. Dus het heeft niet heel veel zin om daar nog heel lang mee bezig te zijn. Het begint heel erg donker te worden trouwens. Dus excuses daarvoor. Ach, het meest belangrijke is natuurlijk het schaakbord. Dat ik overigens blauw heb gelaten. Wat ook niet heel slim is. Excuses voor deze. Ik heb met een aantal dingen geen rekening gehouden. Het is op zich natuurlijk goed zichtbaar nog. Alleen blauw op blauw. Met een blauw achtergrond. Dus dat is ook niet ideaal. Laat het voor nu veranderen. Waarom niet? Ik heb toch nu even de tijd. En we maken er gewoon bruin van, denk ik. De klassieke schaakbordkleur. Oké. Deze set. Heb ik dat? Hier. 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 Nee, het is te risicovol, denk ik. Misschien wel paard naar C5. Maar dan verlies ik eigenlijk alleen nog maar een pion. Dat is het loper naar G5. F3. Het ziet er best wel interessant uit. Want ik wil natuurlijk mijn loper in het spel brengen. Zodat ik ook mijn toren in het spel kan brengen. Als ik een pin kan stabiliseren op de D-lijn, zou dat best wel goed voor mij kunnen zijn. Want er is toch heel veel gaas op het bord nog. Als ik dit paard kan pinnen, dan heb ik een extra aanvaller. Dus wie weet. En F3 is natuurlijk sowieso een zet die zwakheden veroorzaakt. Dus wie weet, wie weet, wie weet. Toren naar E8, dat het er zijn wat stukken van wit die niet optimaal verdedigd zijn. Oké, dit is het idee, dus waarom ook niet? Het simpelste idee is voor wit om gewoon te slaan. Sla ik terug met het paard. Kan ook met de pion slaan, overigens, maar misschien is dat dan wel een betere zet. Alleen als mijn hele pionstructuur wel verzwakt. En dan moet ik mijn paard altijd op dit veld houden om de pion te blijven verdedigen. Dus dat gaan we niet doen. Oké, logische set op zich. Ik heb deze set. Hier. Hier. En dan heb ik zelf schaken. Wauw. Oké, maar hier, hier.
Ach, waarom niet? Ik ga ervoor. Tactisch is het allemaal zeer interessant. Ik weet niet of het goed is. Oké, dit is het idee. Schaak hier natuurlijk. Dat is de enige zet. En dan val ik de dame aan. Dus dan moet zwart bijna wel slaan. Maar misschien speelt. Oké, dit kan sowieso niet gespeeld worden dan. Als het niet geslagen wordt, heb ik misschien nog een schaak ergens. Het is wel grappig, want dit is eenzelfde tactiek voor mijn tegenstander. Dus ging hier. Hier. Oké, maar misschien is het laten lopen dan. Ugh. Misschien heb ik het toch niet helemaal uitgedacht. Het is natuurlijk niet handig bij tactieken. Die moet je eigenlijk wel doorhebben allemaal. Want dan wordt mijn loper ook aangevallen. Maar dan sla ik wel met schaak. Ah, oké. Dat zag ik wel, maar ik was het even vergeten. Soort van, ik weet niet. Het is veel te ingewikkeld. In ieder geval kost het mijn tegenstander veel tijd. Dat is ook een voordeel. Maar mocht ik in een eindspel terechtkomen waarin ik bijvoorbeeld gewoon één pion minder heb. En mijn tegenstander heeft 1 minuut op de klok. Dan is dat helemaal prima. Wat mij betreft, als ik zelf nog 5 minuten heb. Overigens, het fijne van dat ik heel lang geen rapid heb geschaakt. Is wel dat als ik deze partij win. Dan kan als mijn tegenstander echt een hoge rating. Maar dat ik dus plus 15 krijg. Als ik verlies, is het min 5. Als het een gelijk spel wordt, is het plus 5 nog. Dus een resultaat in deze partij, dat zou heel erg mooi zijn. Ook voor mijn rating. Want het is ook wel de bedoeling dat ik met je terugkom naar een hoger niveau. Als ik zo meteen schaakcursussen ga uitbrengen en zo. Dan moet ik wel kunnen laten zien dat ik daadwerkelijk een beetje kan schaken. Maar goed. Jullie zullen dus vanaf nu eigenlijk in deze serie heel veel keer ook al openingen zien. En ik ga nog niet de andere opening verklappen die ik ga spelen, maar ook een andere opening met wit. Oké, het doel is hier slaan. Ik zie eigenlijk niet in dat ik nu een andere keuze heb. Hier, hier en ik sla met schaak. Dat is het punt. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik vond natuurlijk ook de loper aan met het paard. Dus je moet op een of andere manier geslagen worden. Dat is duidelijk. Maar de vraag is hoe. Ik zat dus te denken aan deze set. Wauw, wat? Heb ik zelfs een idee met dit? Dat lijkt me sterk. Pion slaat is een rare set. Ah, oké, hier. Maar dat werkt niet. Laat ik gewoon niet te stom nu zijn. Nog relatief snel de loper slaan. En nu heb ik gewoon de mogelijkheid om een zet te spelen om de schaak te voorkomen. De vraag is of ik dan de loper wil opgeven. Ik denk het haast niet eigenlijk. Maar als ik. Ik kan. F5 werkt niet. Als ik G6 speel, dan sluit ik wel enigszins mijn loper op het veld A5. Dan kan de loper echt nergens naartoe. De zet H6 is interessanter eigenlijk, maar dan kan ik wel mijn loper terughalen eigenlijk. Dus laat ik voor de veilige optie gaan. Mijn tegenstander heeft een aantal zwakke pionnen. Dus ik hoop eigenlijk dat in een eindspel dat een voordeel kan zijn. Ik kan zelfs terugslaan met deze pion. Een druk te zetten op deze pion. Dat is heel riskant. Nou, is het riskant? Het is heel riskant, omdat dit traditioneel niet de goede zet is. En ook wat zwakheden rondom mijn eigen koning creëer, waar wit gebruik van kan maken. Oké, ik gok dat dame F6 een goede zet is. Ik wil natuurlijk een dame op mijn veld krijgen waar het de koning kan aanvallen, of andere stukken misschien kan aanvallen. Oké, hier is wel dit. Dus laat ik hier naartoe gaan. De vraag is of ik zelf deze loop wil slaan. Dat is ook nog een vraag. Of ik dan in het eindspel terecht wil komen. Omdat mijn tegenstander heel weinig tijd op de klok heeft. We zijn er wat. Oké, deze spel zie ik nu pas trouwens. Wordt gewoon aangevallen. Dus misschien kom ik toch in dat eindspel terecht waar ik het over had. Waarin ik gewoon een pion minder heb. Ook wel, dat kan natuurlijk niet, want dan sla ik de dame. Dus oké, mooi. Natuurlijk nog wel vervelend om deze pion eigenlijk te verdedigen.
hebben geslagen. Wat ik al zei, ik kan dus met deze pion terugslaan. Ik heb de tijd op zich. Ik denk dat ik het ga doen. Dat kan heel stom zijn, maar. Nu is mijn toren meteen een stuk actiever. Nogmaals, mijn tegenstander kan voor een eindslag gaan, maar nogmaals, ik ben niet. Ik denk niet per se dat dat een slecht iets voor mij is. Oké, dit is wel een set die vervelend is, natuurlijk. Als ik deze set zou kunnen spelen, dat zou mooi zijn geweest. Hier. Misschien dat we slaan iets te optimistisch op deze manier. B5 en passant. Toren naar B1 is een optie. B8 beter gezegd. Is wel een passieve positie natuurlijk. Toren D8 is ook een optie. Laat ik eerst dit spelen om de pion aan te vallen. Deze staat minder dan een minuut. Dus als ik niet het compleet verpest, heb ik een grote kans om te winnen. Oké. Okay. Kijk, ik heb niet deze set. Want als met deze nu slaat ik deze schaak en dan win ik de dame. Je kan altijd schuilen in dit hoekveld. Het is niet ideaal misschien, maar ik vind het altijd risicovol omdat je de dame gewoon weghaalt van de actie. Er zijn natuurlijk schaken die ik had kunnen geven. Zeker met het oog op het feit dat mijn tegenstander 30 seconden op de klok heeft. Dus ik me eigenlijk geen zorgen moeten maken om winnen op de klok, maar gewoon niet verliezen. Sorry, winnen op het bord moet ik me geen zorgen maken. Want nu zijn er dus ideeën met de schaken. Want ik wilde namelijk deze set spelen, maar dat kan niet. Dit lijkt me de meest veilige set. Bijna zeker. In ieder geval iets van ruimte te creëren voor de koning. En we gaan winnen, denk ik. Op tijd, want ik wil mooi is tegen een tegenstander van 2100. Misschien is dat mijn hoogste overwinning die ik ooit heb gehaald. Ik kan niet te vroeg juichen. Maar dit is een set die ik wilde spelen. Hier. Schaak. Hier. 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 Wacht. Ik ga er nog één keer voor de zekerheid calculeren. Hier. Schaak. Ik sla. Wit slaat terug. De koning is heel veilig, dus. Lijkt me een goede zet. Misschien dat hij gewoon hier. Oké, dat kan sowieso niet langer. Dat is ook de reden waarom ik het hier wilde spelen. Om de toren aan te vallen om dit te verdedigen. Dit is game over. En laat ik hier spelen. Om het af te maken. Yes, we hebben gewonnen. Ach, dat is echt een mooie overwinning. Ik denk dat ik ook op het bord enigszins winnend was. Oké, het is remise gevoelig, maar alsnog. Ben ik blij met hoe de partij ging. Laten we gaan kijken naar de partij. Heb ik ergens fouten gemaakt? Dus ik heel interessant middenspel. Dus laten we gaan kijken wat de computer zegt van al mijn beslissingen. E6 inderdaad. Dit is inderdaad een zet die niet per se heel goed is. Ook niet slecht is, maar geen openingstheorie is. Oké, okay, A6 is een fout. Blijkbaar dat ik heel direct moet spelen van paard naar E4. Alleen de vraag is een beetje waarom. Paard E4... Ah, oké. Okay. Ik zit heel druk op deze pion opeens. Interessant. Oké, okay. Dat speelde ik niet. In plaats daarvan meer conservatieve zet met een zet A6, loper D3. Oké, okay, dit is een fout, maar geen blunder. Dit is een goede zet, dit is een goede zet. Wat? Wat, 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 wat? Ah, wacht, ik moet paard slaan, maar dan... Hier... En ik kan nog steeds niet slaan. Dus de computer zegt eigenlijk dat ik een pion moet opgeven. Oké, okay, dat had ik eerlijk gezegd niet over nagedacht. Ik zag wel de zetloper G5. Ik dacht dat het niet heel gevaarlijk was. Maar het is de juiste zet. Loper G5, dame E6, toren E1. Oké, okay, ik begin langzaam in te zien waarom het gevaarlijk is. Er zijn niet heel veel plekken waar mijn dame naartoe kan. De beste zet is paard naar E5, mijn eigen paard binnen. Dus... Dat is al niet altijd best, dus oké. Okay. Ik zie een beetje nu al in waarom die set niet goed was.
Maar het pakt is wel fout. Ik speel de eerste set. Maar dit is een fout. Oké, mijn vorige camera die bevroor, dus ik ben even geswitcht naar deze. In ieder geval is het licht op deze camera beter. Misschien de kwaliteit niet per se. Want ik al zei, die andere camera geeft af en toe nog wel problemen, helaas. In ieder geval speelde ik hier dus de verkeerde set met loper naar G4. En de beste set volgens de computer is dame naar C2. Om simpelweg de dame te verplaatsen en voor deze set te gaan. Dat gebeurt volgens mij in de partij, of niet? Even kijken. Deze set? Nee, F3 werd gespeeld. Ah, oké. Okay. Die set zag ik ook inderdaad. En ik dacht dat dit dus minder goed zou zijn. Onder andere omdat je nu twee lopers hebt en een paard die niet heel sterk zijn, laat ik het zo zeggen. Loper terug. Nu dame naar C2. En hier is dit inderdaad de juiste set. Het is een tactiek om simpelweg een pion terug te winnen. Loper pakt is de juiste set. En dit is correct. En ik dacht hier dat met de pion pakken slecht is, maar het is de beste set. Ik zag zelf deze set. En ik dacht dat in deze variant gewoon een betere. Ah, dit moet sowieso terugslaan met de pion, omdat ook de toren onder de aanval is. Dus wellicht dat mijn tegenstander het zag en ik niet. Even kijken. Vandaar dat de tegenstander met de pion terugsloeg. Slaan de loper uiteraard. Koning gaat opzij. Loper G6 is de beste zet. Ik zat te denken dus aan de zet H6 onder andere. Maar ik denk dat het belangrijkste is om de loper terug te halen. En dan ben ik heel benieuwd of het verstandig was. Nee, het is niet verstandig. Ik wist het. Met H-pion slaan is gewoon veel veiliger. Omdat je niet opeens zorgen hoeft te maken om je koningvleugel. Ik had eerst gerealiseerd dat deze zet veel veiliger is voor het geval dat wit infiltreert met de toren. Maar het is natuurlijk wel zo. Dus mijn optimisme om voor de aanval te gaan was niet correct. In plaats daarvan is het minder goed voor mij. Maar ik ben nog steeds wel degene die aan het aanvallen is. Koning naar G2 werd gespeeld. Ik denk dat dit een goede zet is, inderdaad. Oké, ik speel een aantal hele goede zetten in deze partij. Daar ben ik wel blij mee. Nu is het gewoon een remise. En dit is niet de juiste set. Inderdaad, dame G5 was beter. Koning A1 bijvoorbeeld en dan de zet A6 en dan ben ik simpelweg beter. Ik denk dat het komt omdat de pionnen van wit dus geïsoleerd zijn. En dat er mogelijkheden zijn voor mij om snel voor die aanval te gaan. Maar goed, het maakt niet uit. In ieder geval win ik de partij. Daar gaat het natuurlijk om. Dat is het belangrijkste in ieder geval. Omdat mijn tegenstander verloor op tijd. Maar zoals gezegd, ik denk wel dat als er één speler kans had om te winnen, dat ik het was. Omdat de pionstructuur van wit een stuk minder goed is. Ik denk als wit voor de raad van de dames gaat. Oké, het is nog steeds een gelijk spion. Dan kan ik gewoon voor deze spion gaan. Misschien zelfs voor deze spion. De koning is relatief zwak. In ieder geval blij met de overwinning. Waardoor we 15 punten omhoog zijn geschoten. Dat is toch mooi, 1930. Daar kunnen we iets mee. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken voor nu. En graag tot de volgende keer.